We zijn hier in het huis van Teus Bikker. Het is nu 22 maart 2005 en we zullen Bikker vragen over hoe het hier vroeger was in Korthoeve. Bikker, uw jeugd heeft u hier in dit huis al doorgebracht? Ja, ik ben hier geboren en getogen in het jaar 1933, 8 april. Ik kan daarin nog verder gaan. Want mijn ouders en grootouders en misschien ook bij mijn bedgrootouders, dat althans van de Bikkerskant, in deze boerderij geboren zijn, althans opgegroeid. En dat gedeelte wat hiervoor staat, dat is het oudste, maar daarachter dat is ook oud? Deze boerderij waar wij dus nu hier in wonen, waar we in zitten, dat is het oudste deel en ik weet niet precies hoe die verbouwing vroeger geweest is, maar het koppelhuis wat er dus tegenaan gebouwd is, dat zal gedeeltelijk er vroeger ook geweest zijn. Ik vermoed ook zelfs met een rieten dakbedekking, want in het jaar 1900, in het jaar dat mijn grootvader gehuwd is, is er een stuk tegenaan gebouwd en toen heeft er een verbouwing plaatsgevonden. Kan ik ook aan de kapconstructie zien binnen in die koppelwoning. Want daar zijn de spanten gewijzigd en daaruit trek ik ook een conclusie dat er gedeeltelijk daar een rieten dakbedekking geweest is. En ook onder het koppelhuis zit een getoogde kelder met dus een opkamer daarboven. En vandaar dat ik ook die conclusie trek dat er een gedeelte van het koppelhuis vroeger geweest is, omdat er de ingang naar de kelder van deze kant van de boerderij naar de kelder is. Ja, dus het is al een hele oude boerderij en de familie Bikker heeft er, zoals je vertelde, al erg lang gewoond. Is het ook eigendom van de familie? Voor zover als ik het weet is het door heel de geschiedenis dus eigendom geweest van de familie Bikker. Wanneer ben u zelf boer geworden? Wij zijn zelf boer geworden in het jaar 1962. Een paar maanden voordat ik getrouwd ben, was ik zelfstandig boer samen toen, de eerste jaren met een broer van mij. En wat voor een soort bedrijf had u? Een gemengd bedrijf? Het gemengde bedrijf was toen nog voor een klein gedeelte aanwezig, maar het was al overwegend melkveehouderij. En de akkerbouw die voor mij toen nog bij was, was al beperkt tot 2 hectare. En verder, en dat was dan hier dus binnendijks tussen de boerderij en de Kortenhoevenseweg. En verder hadden wij onze landerijen bijna allemaal dus in de uiterwaarden. En in de uiterwaarden, dan was het alleen veehouderij? Dat was uitsluitend in die area grasland, ja. En dat is waarschijnlijk ook altijd zo geweest? Voor zover als ik weet wel, ja. Omdat dus de uiterwaarden tijd in de wintermaanden, vroeger misschien wel meer als tegenwoordig, onder water gingen. Dus akkerbouw werd er in de uiterwaarden niet uitgeoefend. Nu wordt het de laatste jaren wel op enkele percelen toegepast met maïsteelt. Dat kan dan dus wel, omdat maïs in het voorjaar wordt uitgezaaid. Maar andere gewassen, nee, dat weet ik niet dat die in de uiterwaard geteeld zijn, zoals granen en aardappelen. Dat heb ik nooit gezien. Nee. Akkerbouw, landbouw, dat werd voordat u boer werd meer hier in Korthoeve gedaan? In de tijd van mijn vader was er in ieder geval nog meer akkerbouw bij deze boerderij. Ook over de weg, enkele percelen. En ik denk dat de tijd van mijn grootvader wel akkerbouw geweest zal zijn tot bijna aan de achterwetering. En ik vermoed zelfs dat het over heel Korthoeve het geval geweest heb. Want van overlevering weet ik dat bijvoorbeeld suikerbieten,
met de stortkar naar de Knaaldijk gereden werden, hier achter op de polder. En van daaruit in de schuit, waarschijnlijk dan dus naar de suikerfabriek in Gorinchem. En misschien is het ook wel aardig om te vertellen dat er nog een anekdote is van Kortenhoeven. Vroeger in de gemeenteraad zei Jaster Maat, lid van de gemeenteraad voor de SDAP, die noemde Kortenhoeven de woestijn van Lexmond, omdat het een grijs gebied was van akkerbouw in de wintermaanden als het geploegd lag. Dus vandaar die naam, de woestijn van Kortenhoeven. Maar de vader van Joost de Jong, Frans de Jong, dat was een verslaggever voor kranten. En die zal die gemeenteraadsvergaderingen wel bijgewoond hebben. En ook die vader van Frans de Jong was kassier van de toenmalige Boerenleenbank. En die deed ook woningbouw. En op een van de woningen hier in Kortenhoeven, waar de familie van Dijk en Steghouwer woont, staat Elim op. Dat was als het ware dus een tegenzet tegenover raadslid Ter Maat. Want dat noemde hij de oase in de woestijn. De 70 palmbomen en de 12 waterfonteinen werden daar in herinnering gebracht. Dat is een leuke anekdote. Ja. De producten die op Kortenhoeven geteeld werden, behalve suikerbieten, wat werd er nog meer gedaan? Graan, voornamelijk ook rogge, voor zover als ik weet ook veel tarwe, haver en aardappelen. Want er werd in deze boerderij, voor, dat weet ik dan ook van de overlevering, op de achterdelen, vandaar de hoge zolder, werd vroeger met de dorsvlegel gedossen. En dan, mijn vader had drie broers. Dan stonden ze met z'n vieren heel vroeg 's morgens op het achterdeel. Met de dorsvlegel, met z'n vieren. Die dorsvloer, de achterdeel bij ons is dus van stenen, maar er werden planken overheen gelegd. Dat waren, ik zou het kunnen vergelijken bij steigerplanken. Die vloer, die stenenvloer werden helemaal afgedekt met planken. En dan stonden ze dus met vier man, 's morgens, of liever gezegd de hele dag, met, aan de dorsvlegel. En dan had ieder zijn slag. 1, 2, 3, 4. En van overlevering weet ik, en dat is dan misschien ook wel interessant, als het 's morgens vroeg stil was, dat het ver in de omtrek gehoord kon worden dat er op de dorsvloer van Bikker gedorsen werd. Ja. En later heb ik ook nog meegemaakt, dat heb ik zelf nog meegemaakt, dus dat er gedorsen werd met een dorskas. En die kwam dan bij de Hoorberg, waar de gerven in opgeborgen waren, stationair dorsen. En in de oorlog hebben we nog op het deel gedorsen met een handdraaidorsmachine. Dat moest met man of 3, 4 met krukken worden aangedreven. En de gerven erin gestopt worden. En op die manier moest er dus dan gedorsen worden. En dat ging makkelijker dan met gewoon dorsvlegels? Ik weet nog wel dat mijn vader en een broer van mijn vader ook nog wat gedorsen hebben met de dorsvlegel. Maar dat ging inderdaad wat sneller, ja. Maar dan moest er wel een windmolen natuurlijk aan te pas komen, zoals dat dan vroeger was, om het kaf van het koren te scheiden. Ja. En in Kortenhoeven, waar al die landbouw was, wanneer is dat zo'n beetje teruggelopen en waarom? En ja, waarom zal het geweest zijn? Ik denk dat het meer geweest ook is door de specialisatie. Maar het teruglopen, ja, toch wel al wel kort voor de oorlog, al wel hoor, ja. Want ik weet eigenlijk niet meer dat er 4 of 5 of 6 hectare bouwland was bij deze boerderij. Ik weet niet meer dat het tot ver aan in de polder bouwland was bij ons. In het algemeen is er meer veeteelt gekomen, al kort voor de oorlog, en zelfs ook nogal wat boomgaarden zijn er gekomen voor en na de oorlog. Dus de aanplant van bomen is toen ook wel van vruchtbomen, die zijn er ook nog wat gekomen, ja. Dus het werd eigenlijk van landbouwgebied een vruchtbomengebied, voor een groot deel? Ja, want er zijn in Kortenhoeven, en dat was dan wel in de tijd ook dat ik nog naar school ging, maar er waren in Lexmond bijvoorbeeld 7 kersenboomgaarden, waarvan volgens mij herinneringen een stuk of 5 in Kortenhoeven. Kersenboomgaarden.
En die zaten zowel aan deze kant van de Rijksweg als aan de andere kant? Er waren er een paar aan deze kant van de Rijksweg en een paar aan de overkant van de Rijksweg. Ja. En de grond in Kortehoeven aan alle twee kanten van de Rijksweg, is die ongeveer even goed? Ja, dat is wel vergelijkbaar. Het is, Kortehoeven is vrij bond. De grond van lichte zagelgrond tot vrij zware klei. En dat kan op korte afstand soms gemerkt worden. Want hiervoor bij de boerderij kunnen we op sommige stukken kunnen we op 30 centimeter het zand boven ploegen. En 20, 30, 40 meter verder zit je weer in de zware klei. En ik heb het vermoeden dat dat wel komt door de overslaggronden toen de dijken er nog niet waren. Door de overstromingen van de rivieren. En dan kom je ook dus in dit gebied stroomruggen tegen waar het zand aan de oppervlakte zit. En dat is dan ook hele goede grond, die lichtere gronden, die zavelgronden voor de akkerbouw. Want het is, van vroeger af was het dus een Kortehoevense aardappel, die was bij uitstek heel erg gewild tot ver in de omtrek. Ik heb me wel eens laten vertellen dat er in Schoonhoven een aardappelhandelaar was, die had een bord boven de deur voor reclame, daar stond op, eet Kortehoevense aardappelen. Oh, dat kan best, want ik heb in advertenties ook wel dat soort dingen gezien. Dus dat kan best zijn. Ja. Maar die tijd is helemaal voorbij en het is nu alleen maar veeteelt. Er is weinig aardappelteelt meer in Lexmond eigenlijk. Ja. Is helemaal teruggelopen. Ja. En nu het met veeteelt wat moeizamer gaat, denkt men er niet over om terug te gaan, akkerbouw? Nou, ik verwacht het niet dat dat hier, nee, die verwachting heb ik niet dat hier akkerbouw terugkomt, nee. Is dat arbeidsintensief? Het is arbeidsintensief, maar welke sector van de landbouw loopt er op het ogenblik uit dat het echt goed gaat en gelet op de wetgeving die er is. Verwacht ik dat de akkerbouw zeker ook in deze, want er zijn zelfs toch grote akkerbouwbedrijven die stoppen. Ja. Ja, dat klopt. U bent behalve veeboer, om het zo maar te zeggen, ook actief geweest in de kerk. Wat voor functies heeft u daar allemaal bekleed? Nou, zoals dat vroeger was, ben ik dus binnen het kerkbestuur door de gemeente in het verleden gekozen tot notabel. En daarna, door de notabelen, toen er een vacature op een gegeven moment vrijkwam, binnen de kerkvoogdij tot kerkvoogd gekozen. In welk jaar was dat? Dat ging met de getrapte verkiezing, zoals dat heette vroeger. De notabelen werden door de gemeente gekozen. En de notabelen, die kozen de kerkvoogden. En uit haar midden werd dus door zichzelf daarin aan te vullen, een voorzitter en een secretaris en een penningmeester gekozen. En binnen het college van kerkvoogden ben ik dus een groot aantal jaren voorzitter geweest. En het was zelfs ook nog verenigbaar in die jaren. Voor het jaar 2000, voor 1996, dat je zowel in de kerkgordij als in de kerkraad kon zitten. In diezelfde periode ben ik ook nog 10 jaar ouderling geweest, omdat dat verenigbaar was. Het was dus verenigbaar om kerkvoogd te zijn en ouderling of diaken en notabel. Die dubbelfunctie was mogelijk en dat heb ik ook dus een aantal jaren mogen doen, ja. Oh, dan heeft u een heleboel veranderingen ook plaats zien vinden in de kerk, neem ik aan. Ja. En het is nu een bondsgemeente. Is dat altijd zo geweest of is dat iets van de laatste 10, 20, 30 of misschien meer jaar? Meerdere jaren. Voor 1922 waren er andere modaliteiten. Of was er een andere modaliteit. Dominee Magendans was voor zoals dat toen heette, meen ik, een confessioneel predikant. Of misschien, ik weet niet heel zeker, het zou ook ethisch geweest kunnen zijn, want die namen had je vroeger, ethisch en confessioneel en midden-orthodox. In 1922 is dominee Govert gekomen en dat was dus de eerste gereformeerde bondspredikant en dat was dus de
een hele omgang voor Lex Mond, ja. Ja. En was het kerk toen ook gelijk vol bezet? Of was dat ook, is dat kerkbezoek gegroeid in de loop van de tijd nog? Ik weet niet hoe groot het kerkbezoek geweest is, eerlijk gezegd, voor de jaren 1920, weet ik niet. En ik weet wel dat er na de oorlog wel een toename gekomen is. Er is natuurlijk een moeilijke tijd geweest rondom het gebeuren met dominee Oskamp. Toen is het kerkbezoek in de eigen gemeente wel sterk teruggelopen geweest in die jaren. Dat de mensen dus in de omgeving naar de kerk gingen. Of naar Nijenboeikop of naar Meiden. Want we hadden soms helemaal geen diensten of diensten die niet bezocht werden. Ook wel naar Vianen. Dan spreek ik dus over de vooroorlogse jaren. Na de oorlog is er een nieuwe predikant gekomen toen, in 1946, met dominee De Bruin. En toen is het kerkbezoek van stonden af aan weer veel en veel beter geworden met de kerkgang van nu, denk ik. Ja, vergelijkbaar. Na de oorlogse jaren is het wel vergelijkbaar met toen en nu. De kerk die is in de jaren 19, wat was het, 58 geloof ik, gerestaureerd geworden. Ja, de periode 1953-1958. 1958 is die gereed gekomen, ja. En de kerkgang, hoe ging dat in die tijd? Op een gegeven moment werd de kerk door BMW als het ware afgekeurd om er dienst in te houden. Toen is er tussentijds zijn er, meen ik, enige diensten gehouden in de enige zondagen in de carrosseriefabriek van Van Eck. Hoe ging dat dan? Nou, zaterdagsmiddags werd de machines en wat er dus gereed stond waar de firma Van Eck mee werkte aan de kant gezet. En er werden stoelen en banken ingezet zaterdagsmiddags. En morgens om 5:00, ik heb dat omdat in die periode was mijn vader secretaris kerkvoogd, toen ik een jaar of 20. Dan zei mijn vader, ga maar mee opruimen, want dat moest dan morgens om 5:00 gebeuren. Omdat de mensen dan die bij Van Eck werkten weer in de fabriek aan de gang konden. Dat was een korte periode, want op een gegeven moment zijn er zogenaamde lichtmasten in de kerk gezet. Die houten bovengrondse palen van de bovenleiding hadden ze onder elke dikke balk eronder gezet. Twee eronder, en toen mocht er weer een tijdje kerk ingehouden worden. Maar toen de grote restauratie kwam, toen is eerst de kerk half gebruikt, nog even. Maar dat beviel ook niet. En toen de kerk helemaal onder handen genomen werd voor de totale restauratie, is er een noodkerk gebouwd. Achter. En waar is hij? Nu de Gregoriuslaan is. Op een vruchten of een fruitboomgaard van Jacobus van Dieren. Ja, ja, en dat was een noodgebouw, dus demontabel? Houten noodkerk van, ik denk, ongeveer 300 zitplaatsen. Er was zelfs ook nog een consistorie in gemaakt. En die is gebouwd door de toenmalige dorpstimmerbedrijven. De firma Wede Jong en Zoon en de firma Stravers. Die hebben dus toen voor de noodkerk gezorgd. Die deden dat gezamenlijk? Die deden dat gezamenlijk. En toen de periode voorbij was voor het gebruik van de noodkerk, toen hebben zij de kerkvoordij hebben verkocht aan de kerkvoordij in Katwijk. En hij was helemaal uitneembaar. Dus toen hebben diezelfde timmerbedrijven, de Jong en Stravers, die kerk mee uit elkaar gehaald. En toen is hij afgevoerd naar Katwijk. En ik heb me later wel eens laten vertellen dat hij daar, ik meen dat er ook een grote kerk op de boulevard erin staat, zo'n witte kerk. Ja, en daar stond hij zeker bij. En toen is hij met een stormwind vanaf de zee is hij in elkaar gewaaid. Dus ze hebben er daar niet veel plezier van gehad. Maar dat lag niet aan de Lexmondse timmerman. Nou, nee, dat verwacht ik niet, want ik neem aan dat ze de timmerlieden die daar aan gewerkt hebben wel netjes in elkaar gezet zullen hebben. Maar het was een heel houten gebouw natuurlijk, met een dakleer of iets dergelijks erop. Ja, het was ook het ontwerp van deze timmerlui. Het was niet in de fabriek gemaakt en door deze timmerlui gemaakt.
Dat verwacht ik wel. Ze zullen zelf wel een tekening van gemaakt hebben, die timmerbedrijven. Ja. En dan ook zelf in elkaar gezet? En in elkaar gezet en zelf uit elkaar gehaald, ja. Ja. Goed. Nou, als ik dat voor mezelf zo nagaat van vroeger en nu, als ik kijk naar het voorgeslacht behoudend en ons nageslacht is wat directer en wat opener ten aanzien van het geloofsleven. Een van de dingen die mij daarbij in het oog springt is altijd weer uit mijn kinderjaren de avondmaalsviering. Met 8 tot 12 mensen avondmaalsviering, wat nu in deze tijd en door de loop der jaren vertienvoudigd is in onze gemeente. Dat is naar mijn beleving een kentering in de geloofsbeleving. Een van de punten is dit, dat is het sacrament van de viering rond het heilige avondmaal. En wat de doopsbeleving betreft is het eigenlijk precies anders, want vroeger doopte, laten we het zomaar heel eerlijk zeggen, mensen die niet naar de kerk gingen, of randkerkelijke, daar werden de kinderen van gedoopt. En dat gebeurt nu niet meer bijna. Dus er is een teruggang in de doopsviering en een vooruitgang in het avondmaalviering. En dat zijn naar mijn belevingen, zoals ik er dus tegenaan kijk, echt wel kenteringen in de geloofsbeleving. Ja, er is in de afgelopen jaren ontzettend veel veranderd als je dat zo nagaat. We gaan nog even terug naar de akkerbouw, naar het boerenbedrijf. De Tweede Wereldoorlog. Wat kunt u daarvan vertellen ten opzichte van het boerenbedrijf en van uzelf hier in de boerderij? Nou, ik heb dus zo even verteld dat er een hele grote teruggang geweest is van de akkerbouw richting veeteelt. Maar in de oorlog dus, toen onze boerderij, laat ik zeggen, op een circa 5-6 hectare akkerbouw stond, is het nog in die periode zo geweest dat wij ook nog grasland gescheurd hebben. Dat betekent dus grasland weer omleggen in akkerbouw, omdat wij ook, meen dat was voor de bezetter, koolzaad moesten telen en dat koolzaad dat werd dus gebruikt voor de bereiding van olieproducten, maar dat moet ik even in het midden laten, wat er precies in de oorlog gedaan werd met het koolzaad. Dat weet ik niet heel zeker, maar wij moesten meerdere akkerbouwproducten leveren in de oorlog, want de tarwe en de gerst, meen ik, daar kregen we voor onszelf wel een toewijzing van tarwe, van ik meen van 50 kilo per gezinslid, dus als je met een gezin of 8 of 10 mensen was, mocht je 400-500 kilo tarwe voor jezelf houden, want er liep wel een controleur bij de dorsmachine. Maar ik herinner me nog als jongen zijnde dat die controleur wel een beetje zijn hand voor zijn ogen deed en dat er wel een zakje tarwe extra naar de zolder mocht. Ja, ja. Dat wilde ik ongeveer vertellen van de oorlogsjaren. Ja, dus er waren toch wat goede controleurs ook. Nou, er waren inderdaad wel controleurs die... Want we hadden mijn moeder maakte ook zelf kaas en die kaasboeken werden ook bijgehouden door kaascontroleurs. Maar er waren mensen die, de ene is de ander niet, er was natuurlijk best wel verschil in, niet goed konden rekenen. Waren, zeg maar, ja. 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 En niet goed konden rekenen. En niet goed konden rekenen, dat zal het voorkomen en weer. Heeft u ook nog Duitsers hier in huis gehad? Duitsers hebben wij ook in huis gehad, maar dan moet ik beginnen met eerst te vertellen dat direct na het uitbreken van de oorlog, de achterdeel was, het vee was 1 mei naar buiten, de stal was net geschropt, dat herinner ik me nog. De hele achterdeel, het hele achterhuis was beschikbaar. En toen heb het op het stro heeft het eerst volgelegen met Hollandse soldaten. En toen de capitulatie geweest is, zijn de Hollandse soldaten weggegaan en in het verloop van de oorlog zijn er dus inderdaad regelmatig ook Duitse soldaten bij ons op het achterdeel geweest. Het is zelfs zo geweest, dat herinner ik me ook nog als jongen,
van 11, 12 jaar, dat de Duitse soldaten van twee legerkorpsen, zal ik het maar noemen, ruzie hadden. Want het ene korps, meen ik dat infanteristen waren, en het andere korps van het zogenaamde doodskoppenregiment. En die hadden ruzie om op de til te slapen. Nou, ze zouden elkaar, dat herinner ik me nog, bijna van de til gegooid hebben. Weet je wel, boven de koei had je een til. En daar zouden ze elkaar afgegooid hebben, dat herinner ik me nog van. Dat de Duitse soldaten ruzie hadden onder elkaar. Ja, dat herinner ik me. Ja. Ook nog Duitse soldaten gehad, die hadden paarden bij zich. En die, onze paarden stonden aan die kant in de stal. En die paarden van de Duitsers, die stonden op het achterdeel. En die hadden de bekende paardenziekte, die paarden, de droes. En onze paarden hebben, zover als ik het weet, niet gekregen, terwijl het toch een heel besmettelijke paardenziekte is. Nou, die hebben toch mazzel gehad. Ja. Want de Duitsers die waren als de dood voor de droes. Ja, die paarden van hun hadden de droes, ja. Ja. Want als er ook maar een stal was waar de boer zei, hier is droes, dan waren ze meteen van het erf af. Bij ons was het, voor als ik het weet, en dat meen ik heel goed te herinneren, net andersom. Ja. Onze paarden waren gezond en de Duitse paarden waren ziek. En ze hebben ze niet omgewisseld? Nee, nee. Toen niet. Nee. Ze hebben toen ja, er is wel een paard gevorderd in de oorlog. En ook nog een kaasbrik. Dat is ook nog gebeurd. Een paardentuig. Ja. Goed. Bikker, u hebt ons weer heel wat verteld over het oude Lexmond hier in Kortenhoeve. We danken u heel hartelijk. En we wensen u verder veel heil en zegen toe. Graag gedaan. En ook heel hartelijk bedankt voor het gesprek met elkaar.